is nu zondag 22 maart en we zitten iets langer dan een week in het coronavirus COVID-19. Er zijn voor televisiekijkers zijn er verschrikkelijke beelden op het netvlies gekomen van kolonnes, militaire vrachtwagens in Bologna om alle lijken op te ruimen. En het is eigenlijk alles wat we kennen uit rampenfilms zoals Outbreak en dergelijke. Dus in zekere zin zijn we hiervoor voorgeprogrammeerd als mensheid, als westerse mensheid in zijn totaal. Maar ik wil even voorbij het drama, de angst en de ontzetting terug naar de analyse. Want die ontbreekt in de grote media en in de Tweede Kamer ten gehele. De eerste vraag is, er wordt gesproken over een coronavirus. Wat weten we nou van dat coronavirus? Wat is daarover bekend? Want dat wordt consequent dus als de grote veroorzaker van al die ziekten aangewezen. Het kan ook een toevallige voorbijganger zijn. Een virus wat er sowieso al altijd is, maar wat nu, omdat iedereen denkt dat het de oorzaak is, steeds wordt gevonden en aangewezen. Dat onderzoek dat heeft nog niet plaatsgevonden. Tenminste, ik heb daar een dokter Wolfgang Woldarg over gehoord. Die hakt al langer met dit bijltje. Hij is een longarts. Ook lang betrokken geweest met dit soort ziektebestrijding. Hele terechte, want anders zit je in het idee dat telkens als je een brandend huis tegenkomt, of je ziet een brandend huis, dat er al verdomd iedere keer ook brandweerauto's voor staan. Dus dat kan toch geen toeval zijn? Dit soort redeneringen moet je natuurlijk niet hebben, want dan kom je er ook nooit achter wat er gaande is. Dus dat is de eerste vraag is dat coronavirus nou zo dodelijk of is het toevallig bij al die mensen die nu ziek zijn en sterven, wordt het steeds aangetroffen. Want om het coronavirus dan nog eens een keertje vast te stellen, moet je ook dus proeven doen, testjes. En die zijn niet zo eenvoudig. Het is niet zoals bij Predictor Stick dat je een stripje hebt waar je overheen moet pissen, even schudden en je ziet of je zwanger bent. Bij corona zijn de testen wat gecompliceerder. En op de site van de RIVM spreken ze over RT-PCR. Dat is Polymerase Chain Reaction. Dat is een moeilijke analysemethode van DNA-sequencing. Dat gebruikt de politie ook om bloedsporen en dergelijke na te zoeken. Om te kijken wie de dader is. Dat zijn geen eenvoudige testjes. Van John C. Dvorak van de No Agenda Show van Adam Curry heb ik begrepen dat als je in Californië een test wil laten doen op corona, dan kost het je $3000. Jouzelf. Dat is dus duur, dus dat gaan ze niet bij iedereen doen. Dus op een gegeven moment gaat dat net zoals bij influenza, gaan ze puur op symptomen vaststellen van, ja, die is bevestigd als een coronageval of een influenzageval. Maar dat geldt dus ook voor influenza, dat ze daar ook niet 100% zeker van zijn dat al die mensen die ze tot die statistieken rekenen, dat die ook echt griep hebben gehad. Het kan ook gewoon een andere longaandoening zijn, want daarvoor heeft de Amerikaanse RIVM, de CDC, heeft een categorie, die noemen ze pneumonia plus influenza. Dus longontsteking en griep, samen. En dan ben je af van testen, want als het een niet is, dan is het ander. Dus dat is toch één categorie en als we er later over praten, dan hebben we het alleen nog over griep. Maar dit is de categorie, want ze gaan niet alles testen. Als ze wel alles gaan testen, dan is nog steeds de vraag, hoe betrouwbaar is die test? Zo'n DNA-sequencing test, of genetisch materiaal, een virus zou een RNA hebben. Nou,
verschilletje. Je moet nog wel bepalen hoe betrouwbaar die test is. Nou, op dat terrein hoor ik nog niemand vragen stellen, nog niemand iets antwoorden. En ik volg Jon Rappaport ook vanaf dat het een beetje begon te spelen, dit griepvirus, dit jaar. En een van de eerste vragen die hij stelde was van, hoe wordt er getest dan? Wat weten we van die test? Dus daar zit dus al een zwak punt. Kortom, we weten te weinig van het coronavirus om hem dan ook gewoon weg te zetten als de veroorzaker van wat we nu aan de hand hebben. Het kunnen nog andere oorzaken ook zijn. Zoals een andere ziekteverwekker. Als je daar niet naar zoekt, dan kun je hem dus ook niet vinden. Het kan de luchtkwaliteit zijn. In Noord-Italië was heel veel NO2 in de lucht. Dat is prikkelend, niet goed voor je longen. En in Wuhan is de luchtkwaliteit ook allerminst gezond. Dan kan je ook nog effect hebben van elektromagnetische straling. In Wuhan waren ze als een van de eerste steden ter wereld waren ze met 5G begonnen. En nog los van of die speciale frequentie van 60 gigahertz geloof ik. Nou, de opname van zuurstof verhindert omdat zuurstof die straling absorbeert. Los daarvan heeft elektromagnetische straling een effect op ons lichaam. Ook ons immuunsysteem. Daar komt nog een keer bij dat alle stress ook een factor is. Er zijn nu een heleboel mensen die zijn totaal in de rats over het coronavirus. Afstand houden. Gisteren was ik op de markt en ik kwam niet zo gek veel maskertjes tegen. Het was redelijk ontspannen, de marktkramen. Die waren een beetje aangepast met lintjes en zo. En zeiltjes voor de verkoopsters en zo. Het valt wel mee. Maar er zijn mensen die zijn helemaal in de rats. Goed, dus daar begint het mee. We weten niet genoeg over het coronavirus. En daar wordt ook niet over doorgevraagd. Dus wat dat betreft moet je dan ook nog eens een keer afvragen. Dat als die officiële cijfers dan kloppen, dan kun je ze gaan analyseren. Dat kan de WHO dus ook doen. En het hoofd op dit moment van de Wereldgezondheidsorganisatie is een Afrikaanse meneer. Ik geloof dat hij uit Ethiopië komt. En die bracht een tweet uit waarin hij stelde dat het sterftecijfer van corona veel hoger lag dan van influenza, de gewone griep. Maar als Jensen de analyse gaat doen, dan komt hij erachter, maar wacht eens even. Bij de ene ziekte zit je dus op geschatte cijfers, bij de andere bevestigde cijfers van ziektegevallen. Dus dat is appels met peren vergelijken. Terechte kritiek op wat dat hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie uitbrengt. Want juist dit soort types moeten betrouwbare berichten uitzenden. Heeft hij foutje gemaakt? Niet erg voor de hand liggend, hè? Zit hij hier de boel te flessen? Loopt hij hier de boel te bedriegen? Nou, dat zou best eens kunnen. De Wereldgezondheidsorganisatie is geen onafhankelijk orgaan en wordt voor zeker de helft gefinancierd vanuit de industrie. En die industrie, ja, die spint hier garen bij. Ze kunnen misschien later een of ander vaccin kunnen ze op de markt brengen, versneld. Nou, bergje voor dat vaccin. En dan zijn er nog allerlei andere effecten die hier uit dit fenomeen voortvloeien. Kortom, we hebben nog geen reden om die maatregelen die nu ingegaan zijn vanuit de regering, om die door te laten gaan. Stop ermee. Leg alles weer open, laat mensen gewoon weer naar hun werk gaan, voor zover ze nog werk hebben. En laat het normale leven weer doorgaan.
We hebben gelukkig geen compleet huisarrest zoals in veel landen om ons heen. Maar dit levert al genoeg schade voor de Nederlandse economie. Dus dit is niet nodig, voor zover ik kan zien. Als je het beter weet, mag je het me vertellen. Geloof niks en onderzoek vooral zelf. Dan, wat is dan het verhaal hierachter? Is de volgende vraag. Er is in oktober, op 18 oktober 2019, heeft er een oefening plaatsgevonden in een ruimte in een hotel in New York. Bijgezeten door 13 mensen. Dat is georganiseerd door het Johns Hopkins Instituut, door de Bill & Melinda Gates Foundation en het World Economic Forum. Dat kent u misschien van Zwitserland, Davos. Waar al die hotemetoten en bankiers samenkomen om de toekomst van de wereld te bepalen. Nou, dit is nu wel waar we het over hebben. De toekomst van de wereld. Want er zal een wereld van. Er was een wereld van voor 9-11 en na 9-11. En met COVID-19 zal het precies zo zijn. Dan is er nog een dame die heet die Amazing Polly. Die noemt nog een aantal groepen die hierbij zaten. Ze noemt NBC, dus een omroep in Amerika. De CIA, ja, de spionnen, ja, die. Die zaten er ook, die hadden ook een bijdrage daarin volgens die Amazing Polly. De rest, je kunt het plaatje even opzoeken bij dat filmpje van haar. En dan zie je dat het. Dat al, de Wereldbank zat er ook bij. Dit is. Ja, weet je, als je dit van tevoren kunt opzetten. En je gaat speculeren. Dan kun je hier gillend rijk van worden, natuurlijk. Ja, logisch toch? Als je die analyse van die Polly bekijkt. Dan zie je dus ook dat ze alles onder controle willen houden. Dus ze willen. Totale overheersing van de media hebben. En dit is wat ik noem Total Spectrum Perception Management. Het perception management is wat spionnen doen voor het grootste gedeelte van de tijd. Dat is zorgen dat de goede gemeente bepaalde dingen gelooft. We zitten op dit moment in psychologische oorlogvoering. PSYOPs. Dit soort mensen willen nu bepalen wat de kijkers allemaal geloven. En ze hebben dus al de social media hebben ze onder in de grip. Want als ik nu op YouTube iets wil bijplaatsen, dan verschijnt er een bericht van, ook al is het misschien niet in strijd met onze regels, er kan best zijn dat we je filmpje er toch afflikkeren. Nou, en dat soort activiteiten hebben die andere social media ook. Op televisie en in de kwaliteitskrant is het hetzelfde verhaal. Daar is ook grip. En ze bespreken in zo'n in die vergadering, die Event 201, op die in die hotelruimte van New York, dat ze ook beroemde types, en die willen ze ook betrekken bij het verhaal, want er zijn lang niet zoveel beroemde types om besmet te raken. Dus de percentage, je zou veel meer besmettingen moeten hebben van gewone mensen. Als zoveel beroemde mensen besmet raken. Dus dat klopt niet, maar ze willen het verhaal een beetje inkleden. Dan heb je beroemde mensen nodig daarvoor. Dat doen ze. En ze bespreken hoe ze dus her en der mensen hebben die invloed kunnen uitoefenen wanneer het niet helemaal volgens het script gaat. We zitten in een script van een slechte rampenfilm. Nou, dat betekent dus ook dat ik weet niet hoe lang ik nog filmpjes kan maken die zichtbaar zijn. Die uitspraak heeft Corbett ook al gedaan, van Corbett Report. Hele goede om te volgen.
Op een gegeven moment zullen ze misschien mijn kanaal eruit trappen. Ik weet niet of ik dit filmpje kan laten zien. Misschien moet ik het wel op ergens anders gaan plaatsen. Maar hou er rekening mee. Als je dit nu bekijkt, deel dit filmpje dan ook. Niet alleen liken. Daar is nu het moment niet voor. En als je het niet doet voor mijn filmpje, doe het dan voor die andere filmpjes. Ga ze herplaatsen, zodat meer mensen ze zien. Want daar doen ze nu wat aan. Dat het niet zichtbaar is. Dat het onder het nepnieuws weg wordt gedaan. Perception management. Dat is de term. Dus doe wat. Ga niet zitten afwachten. En want je moet op het ergste voorbereid zijn. Nou, dit is het even voor nu. Als ik nog meer heb, dan zal ik proberen het weer te plaatsen. Nogmaals, proberen. En ik ga me ook even verdiepen in hoe de wereld eruit zal gaan zien na corona. Want dat is even helemaal de vraag. Sterkte, blijf lezen, blijf scherp en verspreid het nieuws waarvan jij zegt van dit is logisch, dit haalt ook de overspannenheid eruit. Dat hebben we nodig. Een heldere geest is de geest van iemand die niet bang is. Zoiets.